Benjamin Zipper, ik was Urban Game, bij een nieuwe aflevering van Yu-Gi-Oh! Reshuffle of Destruction! En ik heb een klein dingetje, ik heb weer een paar keer met Yugi gedoeld. Oh nee, dat was de verkeerde. Trunk, ik heb nu 3 legs, right legs of Exodia. Die gaan we denk ik wel inzetten, dan kunnen we goede dingen terugkrijgen. Ik heb 1 Exodia, die voor Forbidden One, het hoofd. Alleen, ik kan nog niet in mijn deck doen. The Woodless Devil is below the cost. Hij is wel 3 sterren en je kan hem in 1 keer opleggen. Hij is 1000-1000. Zeker een goede kaart. We gaan nu naar Italië, want daar was het volgende Millennium Item, als ik me niet vergis. En ja, dit wordt gewoon leuk, jongens en meisjes. Daar is een opa met een stok en hij kijkt om zich heen. Nou, dit is zeldzaam. Niet raar, zeldzaam. Daar staat rare namelijk voor. Andere omaatje kijkt om zich heen. Wat eigenlijk geen ander omaatje is, maar gewoon een omaatje. Dat is het zeker. Spring. Dit is een gezamenlijke begraafplaats van lang geleden. Spring. Ik weet het. Het zijn de catacombs genoemd. Uitroepteken. Dat is waar. Je hebt je huiswerk gedaan. Huh? Ik heb al tientallen jaren geen huiswerk meer gedaan, mijn lief. Puntje, puntje, puntje. Waar de fuck staat dit op? Gaan ze dan weg? Oh, oké. Gaan we met jullie praten? Dit is een gezamenlijke begraafplaats van lang geleden. Dat wist ik, dat zei je net ook al. Oké. En dan gaan we hierheen. En wie komen wij daar tegen als dat Bons niet is? Die zeker een bekende Yu-Gi-Oh! Villain is. Hallo Bons. Welkom bij de catacombs. Dit is een gezamenlijke begraafplaats van lang geleden. Lang, lang geleden. Ik ben Bons, jullie tourguide. als jullie het willen, kan ik jullie de bezienswaardigheden laten zien die jullie nog nooit eerder gezien hebben. Ja, is goed. Man, waarom moeten we blablabla? Ik ben niet bang, zegt Joey. Waar heb je het over? Deze plaats is het beste. Als je geen toerist bent, wat brengt je dan hier? En dan vertellen wij natuurlijk over de Millennium Items. Jullie zoeken voor een Millennium Item? Huh? Ik weet niet precies zeker of dat ding een Millennium Item is. Welk ding, natuurlijk. Jaden, Bons weet iets, blijkbaar. Waar is het? Hij ziet er misschien niet uit als één, maar ik ben ook een duelist. Oh, hij ziet er niet uit als een duelist, maar is wel een duelist. Als je meer info wil, moet je tegen mijn ghouls vechten. Ik vertel je wat ik weet als je me kan verslaan. Maar wat zijn de kansen tegen mijn sterke Neo Ghost deck? Nou, dat zullen we zien. Ik zet een right leg op Exodia en ik ga het gevecht waarschijnlijk verliezen. Maar dat maakt niet uit, want dan ben ik alleen maar right leg op Exodia kwijt. Hij opent het vuur met een grasmonster, dus eigenlijk moet ik het vuur openen. Meteen 1000, kijk, dat begint al meteen slecht. Hartstikke bagger. Ja, ik heb niks met 1000 defense, jammer genoeg. Ik gebruik wel eventjes deze. Dit is altijd zo'n lekkere kaart voor als je niks hebt en je moet toch wat op defense leggen, dan flik je die maar op. Top. Oké, dan, hij gaat meteen over naar zijn pumpkin. Kijk, dat komt als geroepen. Hij gaat meteen even open naar zijn beste beest. Ik skip normaal altijd het tussen dungeon riddles door. Maar als ik opneem hoor ik dat niet te doen. Dus ik zal het niet meer doen. En daar gaat je Pumpkin King. Hoppakee. Ik ben wel wat levenspunten kwijt. En nu gooit hij weer een monster erbij die mij makkelijk aan kan waarschijnlijk. Oh, nog een grasmonster. Enige reden waarom hij hem op defense kan gooien is omdat het een grasmonster is. We hebben een Hourglass of Life wat echt een hele chille kaart is. Dus eerst doen we dit. Attack. Chorus. En dan gebruik het effect van mijn Hourglass of Life. Want dan voor 1000 levenspunten worden al mijn monsters gepowered. Met 500 levenspunten, als ik me niet vergis. Ja. En nou, in één keer 2 aardig sterke monsters op het veld. Deze kaart heb ik trouwens net gekocht in de shop. Van een beetje al mijn geld, zo'n beetje heb ik de Hourglass of Life gekocht. Dat is een fiend monster, dat komt heel mooi uit. Ik heb eigenlijk even een monster nodig om voor de tribute, maar die heb ik nog niet. Beast of Tower, zeker een mooie kaart. Die is 1500. Ik heb eigenlijk een Light monster nodig, heb ik al. Even iets zoeken waarmee ik zijn levenspunten kan vernietigen. Deze dan maar. Fiend is wel super effectief erop, maar dat maakt niet uit, want dat fiend monster is nu toch dood. Hoppakee. Hourglass of Life doet zijn werk. En ook zijn huiswerk. Alleen jammer dat ik nu geen 1200 op zijn levenspunten kan doen. Waarschijnlijk staat hij sowieso voor, want ik heb 1000 punten opgeofferd voor die Hourglass of Life. En die zijn we nu kwijt. Dat is jammer, want die heeft me 1000 levenspunten gekost. Gelukkig wint Dream altijd van Dark. Dat is een kleine troost. En dan gooi ik ondertussen gewoon eventjes een... ook een Dark monster erin. Hoe sterk is jouw monster, zei je? 800. Oh god, dat heb ik niet. Ik heb wel dit. Hoppakee. Dan gaat die weg. En dan valt Venom Dewen jouw levenspuntjes aan, man. Oké, we gaan momenteel aardig gelijk op. Hij staat een klein beetje voor qua levenspunten, denk ik. Maar dat zal niet al te lang duren. Oké. Niet nog een keer. Gelukkig is het weer dezelfde kaart. Dus we spelen weer precies dezelfde situatie als net. Of ik offer die kaart op en ik heb hem. Tutsunutsu Shigo. Dat is denk ik wel beter, ja. Als ik het zo zie. Dus tribute. Ja, tribute. En dan pakken we Tutsunutsu Shigo.
Die is aqua en dan pakken we jouw monster. Zo doen we dat. Ik hoop niet dat hij sterkere monsters heeft dan die, want dat zou niet zo fijn zijn. Kom op. Oh goed, hij speelt defense. Dat is mooi. Kan ik even een beetje mijn deck uitbreiden. Wat voor monster zal het zijn? Zal ik hem aanvallen met deze? Of ga ik gewoon safe spelen en val ik aan met die? Ik val wel gewoon aan met die. Lekker safe. Oh, Needleball. Was een fiend monster, dus ik had beter aan kunnen vallen met de Lucky Trinket. Maar ja, wat doe je eraan? Ik kan geen risico's nemen. Of Coricis. Ongeveer hetzelfde. Maar niet helemaal, want Coricis is namelijk geen woord. Dat is het verschil. Oeh, 50 levenspunten eraf. Doe niet te gevaarlijk, jij. Waarom zal hij hem omdraaien? Zal deze gewoon te sterk zijn? Of is het weer een fiendmonster? Dat is de vraag die wij ons af moeten stellen hier. Ik kan ze ook allebei opofferen. En heb ik Beast of Talwar. Hij heeft denk ik geen light monsters in zijn deck. Dus dat is best wel slim. Maar dat gaan we niet doen. Dan heb ik geen zin in. Logisch. Doe gewoon weer met deze. Val ik even aan. Ik dacht dat het waarschijnlijk alweer een fiendmonster zijn. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen. En nu is hij bijna op de helft van zijn levenspunten. Dat gaat zeker lekker, jongens. Mooi, ik hoop dat we een goede kaart van hem krijgen trouwens. Want ik heb nu best wel een dure kaart ingezet. En als je dure kaarten inzet, krijg je ook betere kaarten terug. En hij is een monster heel sterk aan het maken. Oh, het is maar een Wicked Mirror, joh. Het is maar een Wicked Mirror. Hoe sterk is hij? Even kijken. 1200. En mijn monster hier is 1350. Dat komt mooi uit. Wat zullen we er nog meer in gooien? Ik kan ook een Beast of Talwar maken, net zoals net. Maar Dream wint altijd van Fiend. Dat is sowieso geen goed idee. Ik gooi wel gewoon deze erin. Door de eerste hebben zijn monster, maar niet echt uit met welk als hij mij doodgaat. Zo. Val ik met Cyber Commander direct de levenspunten aan. Maar ook met mijn petite drago. Goed zo, Rikje. Nog 2750. Gaat goed, gaat goed. Gaat ha. Violet Crystal was activated. Oh kut, hij is weer wat aan power. Wat is hij deze keer sterk aan het maken? Fire Reaper, dat klinkt als een niet al te aardig monster. Vuur verliest altijd van water. Gelukkig heb ik een watermonster op het veld liggen. Ik leg mijn strategieën wel goed uit momenteel. Daar ben ik heel goed in. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe in de serie. Ik hoef alleen te zeggen wat er in mijn hoofd omgaat en dan gaat het goed. Vuur heet trouwens in dit spel blijft bij Pyro. Valt me nu pas op. En dan val ik met Buku even direct je levenspunten aan. En met Petit Dragon ook. Snoep ik ook even wat van jouw levenspunten mee. En dat was mijn beurt. Dankjewel alsjeblieft. Kaart. Fire Reaper. Niet nog een Fire Reaper. Deze is wel een stuk slapper dan de vorige moet ik zeggen. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Is ook Pyro? Ja. Pier van Pyro. Oké, dan. Als laatste move gaan we eventjes awesome doen. Tribute. En dan gooien we nog eventjes voor de laatste bird Beast of Talwar erin. Destruct him. Ik wou destroy him, maar toen zei ik al destruct en destroy him. Kom er toen uit. De deck appears to increase by 3. 400 domino was obtained. Violet Crystal, dat is die kaart die jij, wat doet dat? Een brilliant crystal dat is unmute with a powerful magic. Ik can power up a chosen zombie. The fuck moet ik er nou weer mee? Ik heb maar geen zombie kaarten. Nee, ik heb verloren. Ben je een kansloze kaart dus. En daar komt Bandit Keef aan. Gezellig. En de meme speler die Slifer the Sky Dragon heeft in Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards. QQQ. Hij heeft best wel een puntig neusje hier. Cool. Je zei dat je deck beter is geworden, maar het is hetzelfde. Saai je deck als altijd, Bons. Bandit Keef. Ik heb nooit zoveel losers in één plek gezien. Ik heb betere duels gezien op de kleuterschool. Ik pak je. QQQ. We zouden kunnen duelleren, maar ik ben niet in de stemming. Ik ben hier gewoon eventjes om te laten zien dat ik leef en schop. Letterlijk vertaald. Na Merrick's zielige verlies nam ik controle van de ghouls en hun zeldzame kaarten, hunters. Oké. Hij zegt helemaal niks, hij zegt ook niks, nou dat is mooi. De ghouls zijn nou herboren als de neo-ghouls. Net neonazies, maar dan neo-ghouls, dat is veel minder cool. Of cooler, ik weet niet. En ik, Bennett Keef, ben de leider van de Neo Ghouls. En daar komt die family top hat. Die kennen jullie misschien ook nog wel. Meester Keef, we hebben de informatie die u zoekt. Zo, dat is het belangrijke item voor om naar de Egyptische godkaarten te komen. QQQ. Met deze info die ik heb, heb ik het recht om bla 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 te join the game. You want the god cards? Ja, dat mag. Weet je waarom? Ik heb ze nodig om dat arrogante stuk stront in elkaar te mappen, te verslaan. Ik doe alles, en ik bedoel alles, om hem te verslaan. Ik laat je in een klein geheimpje. Wat je vindt, ga je niet hier vinden. Zie jullie losers later, QQQ. Oké, later Bandit Keef. Groetjes van Rick. Ik neem maar dat hij met die grote loser of Yugi of Kaiba bedoelt. Nou ja, Yugi heeft wel Merrick verslagen, dus ik neem maar dat hij Yugi bedoelt en niet Kaiba. Bonsi, even kijken. Nou moeten we hierheen, denk ik. Dit doet mijn character helemaal uit zichzelf. Oh nee, ik ben bang. En dan praten we nog maar een keertje met Bonsie anders. Bennett Keef,
zei dat je hier niks gaat vinden. Maar er is een geheime kamer achterin. Nee toch? Ik denk dat Bennett Keith Ganger niet inkwam. Het is hier zo. Oké, dankjewel tourguide. Ik vind Bons wel een good guy. Ik heb van hem gebonden en laat wel eerlijk de geheime gang zien. Oké, Bonsje. Ik denk dat het in deze room is. Thanks, Bons. En hier is de volgende Millennium Guardian. We gaan hem gauw even verslaan, maar waarschijnlijk ga ik verliezen. Dus ik ga even een kutkaart inzetten. Want die Millennium Guardians ben ik altijd al slecht in geweest met verslaan. En ze zijn aardig sterk, moet ik je vertellen. We gaan dus geen Leg of Exodia inzetten. Dat lijkt me geen goed plan. Wat zullen we wel inzetten? Wat zullen wij wel eens eventjes inzetten? Sliver the Skybanger heb ik trouwens uit mijn deck gehaald. Hij dueleert echt heel erg kut, moet ik je vertellen. Laat ooit nog een keer zien waarom. Als ik hem weer in mijn deck stop ofzo. Maar momenteel zijn de gevechten nogal moeilijk. En ik kan dus geen kutkaart in mijn deck gaan stoppen daarom. Hij is heel sterk, maar de kans dat ik hem ga... Oh god, dat is mijn strategie. Voor de mensen die mijn Yu-Gi-Oh! The Sacred Card serie kennen. Dit was altijd mijn strategie. Ik toop mensen in de eerste beurt dat je een frog. En dan hoe dan ook heb je een monster om te offeren voor de volgende beurt. Heel erg slim, heel erg slim. Ik waardeer je strategie, man. Die 1 is 1000, dat is sowieso al een probleem. Ik heb elektrische monsters nodig eigenlijk al snel. Ik dood sowieso even mij over op de jam. Gaan alvast 100 van je levenspunt af. Ik heb natuurlijk nog een levenspunt aftrek van de vorige potje. Het is mijn beurt. Hij gaat me sowieso afmaken. Red Matter. Ach, gaat hij zichzelf healen nu al? Really? Oké, hij maakt een heel sterk monster en legt het op defensive mode. Wat zegt die defensive mode over de sterkte van het monster? Waarschijnlijk niet veel goed. We gaan ze eerst aanvallen en dan even kijken wat we gaan doen. Nice, Thunder. Dat dacht ik dus al. Ik dacht eerst dat hij zal ik wisselen voor die Touch of Nunuki. Maar ik dacht dat doen we het niet, want waarschijnlijk is hij Thunder. Dat was ook mijn strategie erachter, zeg maar. En dan vorm ik deze gewoon even direct je levenspunten aan. En de volgende beurt haal ik toetsen naki naka naka ding in het veld. En dan heb ik denk ik best wel hard gewonnen. Zodra hij geen irritante trap cards gaat gebruiken. En de Dissolvero. Ah, kijk, die is vuur. Dissolvero, ik laat je in een klein geheimtje. Jij bent vuur. Zie je dat? Pyro eigenlijk. En Pyro zou er niet zo van. Tutsunatushigo! Die ja. Oké, tribute. Gooi ik even mijn Tutsunatushigo in het veld en dan val ik je aan. Ik kan hem eerst aan mijn deck gehaald, maar ik deed hem toch maar weer terug. Goeie keuze, je hebt je al 2 duels tot nu toe erg waardig bewezen. Geen elektrische kaarten toch? Ik wou net zeggen, dat is waarschijnlijk een vuurkaart. Of hij is gewoon heel slap, één van de twee. Ondertussen gaan we een deck maken van watermonsters, want dat is cool. Val gewoon even met deze aan. Hoppakee, Wicked Dragon. Mijn aars, dat kan je krijgen. En 800 van je levenspunten, mijn beste. Dat was mijn beurt, dankjewel alsjeblieft. En wat nu? Rap, gaat hij weer healen? Serieus, wat een douchebag ben jij zeg. Oh god, de Wicked Dragon eist zijn tol. Momenteel staat hij wel voor als je naar levenspunten kijkt. Hé, kijk, weet je wat jij kan? Kan ik ook, ik heb ook een Rap Medicine in mijn deck. Dankjewel man. 500 levenspunten, dat is een fiend monster. Dus laat ik ook gewoon even een van mijn light monsters erin gooien. Om jouw fiend monster met een effect mooi af te maken. En dan kan Tatsunutu dinges kan je levenspunten even flink inhakken. En we staan al bijna gelijk. Nog één beurt waarschijnlijk. Hij kan wel wat levenspunten van mijn light monster afhalen als hij zou willen. Ja, die bedoelde ik ja. Ah, een paar levenspunten. Kan ik missen. Eens even kijken, wat gaan we nu doen? Ik zie daar Leogun. Heb ik wel eens een kaart nodig die een beurt kan laten staan zonder dood te gaan. Nou kijk, dit is wind. Wind wint altijd van steen. Dat is altijd wel handig. Dus toch, wind wint altijd van earth. Ja, dat klopt. Ik heb mijn effecten nog helemaal goed zitten hoor. En dan val ik weer met Tutsu. Noem gewoon voor de Tatsu. Tatsu heet die. Dan val ik je levenspunten aan. Oké dan. Nee, niet weer de topmaster. Dat is mijn strategie, man. Niet mijn strategie stelen. Nee, fuck the jam, wat een eikelt. Oké, ja, ik geef toe, dat is een goede strategie, man. Ik kan zeggen wat ik wil, maar het is een goede strategie. Die toopmensen gaan niet dood krijgen, dus hij krijgt de kans om volgende beurt een sterker monster te maken. Of wat ik doe is, ik offer deze op en dan speel ik Leogun, dan ben ik iets sterker. En dus de kans dat hij me kapot maakt met zijn nieuwe monster kleiner. Ik denk dat we dat gaan doen. Ja, gaan we doen. Alhoewel, ja, hij heeft geen vliegmonster, dus dat maakt niet uit. Hij kan mijn monster niet met effecten kapot maken en dan val ik hiermee aan. Jouw toopmaster als je het niet erg vindt. Oh, wat een verlies. Oké, dat was mijn beurt. Dankjewel alsjeblieft. Gaat hij offeren? Dat zat er heel erg aan te komen. Gelukkig is mijn monster sterker. Tenminste, hij draait hem om. Dus ik ga ervan uit dat hij sterker is. Dat gaan wij nu zien in de grote onthullingsshow. Even checken. Aanvallen die shit. Hoppakee. Een Sukyo boost van 1300. Goed dat ik gewisseld had. Want die had 1300 defense. Voor mij had hij 1600 aanvalspunten als ik me niet vergis. Dus anders hadden we het niet gehaald. Goeie strategie hier, Rick. Echt, ik ben echt een Yu-Gi-Oh! Meester. Ik heb de serie veel te veel gekeken. Ik denk veel te veel na. Ik speel alsof het schaak is. Zo diep denk ik erover na. Electric, wat? En iets. Oh, ik ben trouwens
grond en grond wint altijd van elektriciteit. Dat leek je misschien al logisch, maar dat is dus ook eventjes zo gewoon. Fijn dat het ook echt waar is, weet je. Toch, ja dat klopt. Grond wint altijd van elektriciteit, hoppakee. We hebben nog niet gewonnen, we moeten nog 2000 levenspunten. Alles kan nog in de soep lopen, maar momenteel gaat het heel goed. Als hij nu eventjes mijn Ida Jawbone aanvalt. Kijk, dat bedoelde ik. Je doet precies wat ik wil dat je doet met je Electric Snake. Ik kan voor de laatste beurt kan ik gewoon de Humanoid Worm erin gooien. Humanoid Worm die zelfs en hem dan afmaken, maar daar heb ik even geen zin in. Ik doe gewoon even zo, we spelen veilig. Voilà. Voilà. En hij is dood. Even gauw kijken wat hij zegt en dan krijg ik natuurlijk een nieuw Millennium Item van hem. Dissolver Rock. Ik heb trouwens helemaal niet gezien wat ik van die vorige vent heb gehad. Deze gaan we sowieso in ons deck doen. Hij is mogelijk voor ons deck. Ik ga hem sowieso ingooien, Dissolver Rock. 3 sterren, 900 attack, 100 def. Zeker nice. Indrukwekkend, neem dit item. Het is de ring van Bakura natuurlijk. En wie hebben we daar? Dat is Bakura. Wat? Wat gebeurt er? Het gebeurt weer. Deze keer is het Bakura. Welke sukkel heeft me wakker gemaakt? Kukuku. Ik kan het voelen. Ik voel de storm golvend over de Egyptische godkaarten. Ik zie een wereld vol. Oh, ik zie een wereld waar donkerheid de wetten uitmaakt. De basis. Een wereld perfect voor mij. Kukuku. En dan gaat hij weer weg. What the fuck, Bakura? Yikes. Millennium items geven me de willies. met de Millennium Ring. Hebben we nu 3 items. Jaden, laten we terug gaan naar Ishizu. Ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering van Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction. Ik wou eigenlijk Pokémon Colosseum doen vandaag, maar ik had geen tijd, want ik was de hele avond Far Cry 3 aan het spelen. Ergens in het weekend, waarschijnlijk morgen, een nieuwe Pokémon Colosseum. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken en te abonneren op de volgende aflevering. Doei!